ben ik weer met een nieuwe overweging. Ik ga het nog een keer hebben over Thomas. En dus ga ik weer het verhaal uit het evangelie van Johannes vertellen. Namelijk, de vrienden van Jezus zitten in een zaaltje en Thomas is daar niet bij. En dan komt Jezus, staat hij plots in hun midden en zegt, vrede zij u. En dus al die vrienden van Jezus, behalve Thomas, beleven een bijzonder moment met Jezus. En de volgende dag vertellen al die vrienden dat aan Thomas. En Thomas zegt, zolang ik niet mijn vingers in de wonden heb gelegd, zal ik niet geloven. En 8 dagen later zitten ze weer met z'n allen samen. En dan is Thomas er wel bij. En weer komt Jezus in hun midden. En weer zegt Jezus, vrede zij u. En dan zegt Jezus tegen Thomas, kom, leg je vingers maar in de wonden. En leg je hand maar in mijn zij. En daar roept Thomas uit, mijn Heer, mijn God. En dan zegt Jezus, omdat je mij gezien hebt, gelooft je? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. En bij deze zin zou ik willen stilstaan. Omdat je mij gezien hebt, gelooft je? Zalig die niet gezien hebben en toch geloven. En dan moet ik denken aan het klavertje 4. Ja, ik had nog nooit een klavertje 4 gezien. Maar nu heb ik het wel gezien. Ik lag in bed en er wordt bij mij op de deur getokt. En Gerard roept, Marianne. Sylvie heeft een klavertje 4. Ik laat dat even zo. En dan zijn we bij het ontbijt en weer zegt Gerard tegen mij, Marianne, Sylvie heeft een klavertje 4. Dan was Sylvie op weekend, dus zij was er niet. En ik zei, hoezo Sylvie heeft een klavertje 4, hoe weet jij dat? Dan zegt Gerard, omdat Sylvie dat gezegd heeft. En ik vraag, ja, heb je het dan gezien? En Gerard zegt, nee. En een poos later, ik denk, 's middags of zo, zegt Esther ineens, Marianne, wist je het al? Sylvie heeft een klavertje 4. En toen zei ik, nou, hoe weet jij dat dan? En toen zei ze, ja, Sylvie heeft dat gezegd. En dat vond ik best wel oké. En toen nog wat later kwam Simon en die zei, Marianne, Sylvie heeft een klavertje 4. En toen vroeg ik weer, ja, hoe weet jij dat? En toen zei Simon, ja, Gerard heeft mij dat verteld. En ook Esther heeft dat beaamd. Dus ja, dan geloof ik dat. En toen zei ik tegen Simon, nou, ik heb daar toch wel wat meer moeite mee. Ik kan dat zomaar niet geloven. Een klavertje 4 is heel zeldzaam, is heel bijzonder. Nee, ik moet dat eerst gezien hebben, want ik kan dat niet zomaar geloven. En toen Sylvie thuis kwam, ja, het eerste wat ik haar vroeg is, Sylvie, heb jij een klavertje 4? En toen zei Sylvie, ja, ik heb een klavertje 4. En toen zei ik, mag ik dat dan zien? Nou, toen is ze met mij, toen zijn we naar haar kamer gegaan. En toen opende ze een kistje. Ze had er een mooi kistje van gemaakt. En daarin lag dat klavertje 4. Ik had nog nooit een klavertje 4 gezien. En
ik kon niet anders dan het geloven, omdat het zo bijzonder is en zo apart, een klavertje vier. Ja, kon ik maar pas geloven toen ik het zag. Maar ik vond het wel bijzonder dat Esther, Gerard en Simon dat gewoon geloofden, omdat Sylvie dat zei. En dan moet ik toch weer denken aan het verhaal van Thomas. Ja. Maar dan vooral die laatste zin. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Want wat ik wel zag, is dat zowel Gerard als Esther als Simon, dat ze alle drie ontzettend blij waren voor Sylvie. Dus die hadden al zoveel vreugde en voorpret, omdat ze het gewoon geloofden. Herken je dat? Dat het soms moeilijk is om direct maar alles te geloven wat een ander zegt? En zou Jezus met deze uitspraak, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven, willen zeggen van je kan ook gelukkig zijn als je het niet gezien hebt, maar het toch gewoon gelooft? Wat denk jij?